All aboard! The night train! Maandag tot en met vrijdag in de lucht van 12 tot 1 uur. Vanavond het VPRO muziekarchief. Samenstelling en presentatie, Oscar Smit. This is called White Light and White Heat. White Light! Goedenavond en welkom bij de vrijdagaflevering van Night Train. Met vanavond muziek die in een aantal bladen al de tongen heeft losgemaakt.
Het openingsnummer White Light, White Heat was afkomstig van de Velvet Underground en werd 31 jaar geleden opgenomen in het Amsterdams Concertgebouw. Zo direct meer over dit bijzondere concert. Eerst gaan we naar zangeres Nico, die in 1976 de Velvet Underground verliet en in 1988 op Ibiza bij een fietsongeluk om het leven kwam. Je gaat haar nu horen in een opname uit maart 1972. Thank you.
Falconer is sitting on his summer sand at dawn, unlocking flooded silver cages. And with a silver dim rise, all the lovely fair he sits. And the lovely silver traces erase my empty pages. The Falconer is sitting on his summer sand at dawn, beside his singing silver waves. And his dancing rebel race that compose ahead of timeless time. A Falconer is sitting on his summer sand at dawn, unlocking flooded silver cages. And with a silver dim rise, lovely silver traces erase my empty pages.
I would like to dedicate the next song to the American Empire and to the Dutch Empire too.
forget to answer. Seinem Geiste bekenne ich mich, ein Sehnen verzieret sein schönes Gesicht, das ermattet von Güte beschattet, allmächtig ist. Sein Körper bewegt sich nicht, im Traume sich endlich sein Zwingen vergisst. Heulenden Jubel erkenne ich nicht, der mir den heiligen Frieden zerbricht. Sein schweigender Mund, seine schlafende Brust harren zärtlich der süßen Lust. Sein Körper bewegt sich nicht, im Traume sich endlich sein Zwingen vergisst. Je hoorde de zangeres Nico, zoals ze klonk op 11 maart 1972 in het Amsterdams Concertgebouw. Ze speelde daar, slechts begeleid door haar harmonium, de volgende nummers. Janitor of Lunacy, The Falconer, You Forgot to Answer en Abschied. Een jaar daarvoor speelde in datzelfde concertgebouw The Velvet Underground. Aan dat concert zit een lang verhaal, want oorspronkelijk had het een maand eerder moeten plaatsvinden. Ze hebben toen een vol concertgebouw laten wachten, omdat ze opgehouden werden met de auto. Je hoort daarover zo meer in de aankondiging van dit concert. Verder was de groep sterk uitgedund, want John Cale en Lou Reed hadden de band verlaten en bassist Doug Yule had zich intussen als leider van de band opgeworpen. Naast hem kun je nog horen oudgediende Mo Tucker en de nieuwelingen Willie Alexander en Walter Powers. We missed it the last time around. We got here about 2 hours after you did, because the French wouldn't let us out of France. But we made it this time in spite of the French. We had another funny scene at the border.
But we got here. So we'll start off with a song called I'm Waiting for My Man. We'll be right back.
of our golden hits. Ha, it's called Cool It Down. We traditionally save for last because it's longest. It takes a while to get through. Sometimes 2 days, sometimes three. It's called Sister Ray.
We're gonna do one more. This is our special closing number that we saved for special occasions with special people. Namely because we can't remember it most of the time. It's called After Hours. After tuning. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Let the sun shine out and say hello to never. Tot zover de Velvet Underground, zonder Reed en Kale. Ze speelden achtereenvolgens I'm Waiting for the Man, Cool It Down en het lange Sister Ray. En de toegift was het door Mo Tucker gezongen After Hours. Dit unieke concert werd door de VPRO op 19 november 1971 in het Amsterdamse Concertgebouw opgenomen. Je hebt kunnen luisteren naar het wekelijks uur met opname uit het VPRO Muziekarchief. Samengesteld en gepresenteerd door Oscar Smit.